Na maanden ontwikkeling en weken in de testfase is de Kryptonite Pro indicator eindelijk live. Heel veel hebben we erop zitten wachten en in deze video ga ik je laten zien hoe de indicator werkt, waar je hem kan vinden, uh, welke strategieën je ermee kan gebruiken en dus hoe je winstgevende kan gaan traden. Dit en meer dus in deze video omtrent de CPI indicator. Hey topper, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en voor als je nieuw bent op dit kanaal, allereerst natuurlijk welkom op dit kanaal. Deel je alles om trend cryptocurrencies, trading, analyses, token reviews, tutorials. Dus vind je dit tof, crypto, geld vinden met crypto? Overweeg even om op de rode abonneer knop te klikken onder deze video. Like hem even als je dit tof vindt en plaats even een reactie onder de video als je vragen hebt of wat dan ook. Um, in deze video dus de Pro Indicator. Je ziet dat de, uh, het Bitcoin lampje hier op rood staat, want er is nogal wat bloed op de straat vandaag. Zoals verwacht, de, markt -design, uh, de aandelenmarkten zijn geopend onder uh, uh, support. Of we zaten tegen Resistance aan en hebben we een flink stuk zijn ze gezakt. Bitcoin, Ethereum daarin mee, de rest van de crypto-markt ook. Dus dat. daarom is hij vandaag in het rood. Maar niet getreurd, want hoewel dat rood is, hebben we ook nog wel wat positief nieuws. En dat is dus de Kryptonite Pro Indicator. En. Uh, ik ga gewoon gelijk met de deur in huis vallen en je laten zien hoe die werkt op de chart. En vervolgens later uh, zal ik de backtesting rapporten uh, laten zien in deze video. Dus dat gaan we bespreken. Dus ik ga eerst laten zien hoe je hem kan gebruiken. Daarna de backtesting report, uh, reports die ik ga laten zien. Uh, en. Als je hem wil aanschaffen, het linkje vind je onder de video, kryptonitepro.io. Dan kun je ermee aan de slag gaan. Zou je het maandje kunnen proberen? Of je koopt gelijk voor een kwartaal of een jaar, wat je zelf zou willen. Dus dat is wat je kan uh, verwachten van deze video. Dus allereerst uh, even dingen met je bespreken die belangrijk zijn. Hieronder zie je de Kryptonite Pro 1 indicator. Dus dat is eigenlijk de hoofdindicator. En als je hem nu tijdens de lancering aanschaft, krijg je ook de Cryptonite Pro 2 indicator erbij. Die zie je hier links staan. Die zal ik zo meteen ook showen. Dus Kryptonite 1, uh, Cryptonite Pro 1 indicator, Cryptonite Pro 2 indicator. En de backtesting results van de indicator, die ga ik je zo meteen ook laten zien. Dus de video zit bomvol. En als je nog vragen hebt, kun je ze altijd stellen of in de Discord of onder de video. Goed, de Cryptonite Pro indicator is gebaseerd op een zevental verschillende uh, meet- Instrumenten, dus die meet bijvoorbeeld uh, de volume, die meet of iets overbought of het sold is, uh, wat de algehele trend in de markt is. En op basis van al deze indicators bij elkaar, dus eigenlijk gebruik je een hele shitload, maar juist door de indicator wordt het heel eenvoudig: onder de chart krijg je dat in één. Uh, overzicht te zien, en daarom maakt het ook een hele sterke indicator die goed toegevoegd kan worden aan je strategie. Voorheen uh, aan het begin van de testen was alles in de charts, zoals je vaak ziet. Je ziet dan een hele kermis in de charts bij ja, zeg wat grotere influencers, en ik, verder ga ik geen accounts op namen noemen. Maar daardoor raak je het hele overzicht kwijt van de prijsactie in de chart. Werkt niet prettig, want je gaat alleen maar uh, focussen op de indicator. En dat is uiteindelijk niet de bedoeling. De indicator is ter ondersteuning, ter extra confluence, dus voor je training. Heb je nu zoiets van: uh, ik heb daar nu uh, ik ben daar nog, niet, uh, heb daar nog niet genoeg kennis voor. Ik heb daar geen geld voor of iets dergelijks. Helemaal prima. Ga je lekker op dezelfde voet verder. Het is alleen voor de mensen die het wel kunnen of die graag een extra steuntje kunnen gebruiken. Is het een ontzettend handige indicator. Wat je doet hiermee is niet zomaar al die signalen nemen. En laat ik vooropstellen: het kan. Je kan alle signalen nemen, maar dan bedoel ik ook letterlijk alle signalen. En dan maak je 170% jaarlijkse return op je account. Dat is gebaseerd op vier jaar en tien maanden backtesting op de uh, prijsdata van Binance. Dat ga ik je zo meteen ook laten zien. Uh, heeft een tool volledig uitgerekend en een heel rapport overgemaakt. Maar nu zijn we geen robots. We moeten slapen, we moeten eten, we moeten werken, we moeten dingen doen. Dus je kan niet alle signalen nemen. Dus dan, als je dan alle, de signalen gaat nemen die je wel kan nemen, heb je kans dat je daar ja, of verliezen op maakt, of misschien break even nog maakt, of niet zoveel op verdient. Daarom wil je hem gebruiken in combinatie met je strategie, dus als extra toevoeging. En dat wil ik je ook gaan laten zien. Dus wat je eigenlijk doet, is simpelweg gebruiken met support en resistance. Dat is heel belangrijk. Sowieso support en resistance, dat is de basis van je strategie. Dat moet je sowieso gebruiken. Dus wat je dan het beste kan doen, is naar de daily chart gaan. Uh, even kijken, naar de daily chart gaan. En vervolgens ga je hier support en resistance levels inzetten. Zoals je hier al één level ziet, nou je kan er nog eentje inzetten. Uh, hier is een goed resistance level. Hier vinden we een resistance level. Zo ga je dus de levels erin zetten. Hierboven heb je nog een hele grote. Hier ongeveer. Zo zet je levels erin. Je gaat steeds meer naar kortere timeframes. Dus je doet wat top-down analysis. En op de website vind je ook tutorial-videos. Dus wil je daar meer over zien, kun je dat zeker op die manier gaan checken. Je doet meer top-down analysis. Hier kun je eventueel de levels nog wat beter zetten. Omdat je meer data hebt. Dus zou je hem kunnen verschuiven. Nou, ze zijn redelijk goed neergezet. Ik zoom in naar de 1 uur. En vervolgens ga ik hem gebruiken. Ik vind hem zelf het prettigst op de 15 minuten en de 1 uur, maar je kan hem ook op hogere timeframes gebruiken. Daarvoor even naar pro.io Daar vind je de instelling ook bij uh, tutorials. Hier heb je twee tutorials van Kryptonite Pro 1, Kryptonite Pro 2. En hier heb je de juiste settings van, van de 5 minuten tot de 1 uur, tot en met de 1 uur. En daarna van 4 uur en hoger als je die daar ook op wil gebruiken. Kryptonite Pro Indicator, het linkje daarvan vind je ook onder de beschrijving van deze website. Maar goed, we gaan nu laten zien hoe je ermee kan traden. En ik had een aantal voorbeelden al een tijdje terug erin gezet. Als het goed is, hier. We hebben dus gebruik in combinatie met support en resistance. Dus krijg jij een signaal terwijl je niet in de buurt zit van de support of een resistance level, dan neem je hem niet. Heel simpel. Daarnaast wil je als we in een uptrend zitten geen short um, uh, signalen nemen, tenzij die heel duidelijk is. En andersom ook, dus met de uh, koopsignalen. Wacht op confirmatie, heel belangrijk. Dus je hebt hier bijvoorbeeld een koopsignaal, die je hier ziet. Uh, hier, maar je wacht totdat je inderdaad een bevestiging krijgt van omkering. Nou, hier heb je een indecision candle, of een, uh, nou, hier een indicatie dat wellicht de trend om gaat keren. En daarna een grote bearish candle. Dus hier zou je de trade kunnen plaatsen. Dus het is niet, oh, ik krijg signaal direct trade plaatsen. Je moet wel nog kijken wat er gebeurt, logischerwijs. Um, en daarna. Fib werkt hier ook goed bij, dus de combinatie van support en resistance, Fibonacci en de CPI werkt ontzettend goed. Je hebt dan drie dat is genoeg voor mij in ieder geval om in een trade te stappen. En het heeft ook laten zien de afgelopen weken dat het goed werkt, ook aan de cryptonite calls die ik heb gegeven in de groepen. Um, dus hier was het ene voorbeeld. Nou hier krijg je dus een verkoopsignaal. Je gaat richting het resistance level hier, dus je weet dus dat er verkoopdruk inkomt, dat hij waarschijnlijk overbad uh, is, dus dat hij ergens een omkering gaat maken. Je komt bij de resistance, je krijgt die, uh, dat candlestick-patroon die laat zien dat er wellicht een omkeer aankomt. Vervolgens een enorme bearish candle, um, waarop je dus die, trade, die short trade zou kunnen nemen. Nou, trade je hem naar de onderkant van uh, de volgende resistance of support level die je erin hebt gezet. Je ziet het, hij haalt dat hier niet precies. En daarom altijd tijdig winst te nemen. Dus neem stapjes winst: 25%, 25%. Uh, en zet je dan je stop los op break-even, dan kom je hier en dan word je uitgestopt met deze twee zakjes winst. En als die wel helemaal volledig uitspeelt, heb je dus een volledige zak met winst. Dus op die manier kun je dat heel mooi gebruiken. Daarnaast hier beneden zie je een koopsignaal en je hebt een klein groen driehoekje, wat betekent eerste entry, en een groot driehoekje betekent tweede entry. Dus eigenlijk een soort tweede signaal die je dan krijgt. Dus in theorie een beter signaal, maar ook kleine. Driehoekjes werken goed. Zoals je ziet, deze support stond er al in. We krijgen precies hier een groen um, koopsignaaltje. Nou, die koop je. Je treedt hem naar de volgende resistance. En je ziet dat hij daar ook direct goed op werkt. Kun je ook zeggen bij dit signaal wat je hier krijgt en de resistance. Ik trek Fibonacci van de swing high naar de swing low. En vervolgens komt hij overeen met het 0,5 level van Fibonacci ook. Dus dat is ook een ontzettend sterk. Level. Dus dat zegt genoeg, en voor mij is dat genoeg confluence om in de trade te stappen. En dan had je dus weer een mooie trade mee kunnen maken. We kunnen hem ook voor deze trade die we hier kregen: van deze swing low naar de swing high trekken, kijken of de level overeenkomt. En dan zie je dat Fibonacci overeenkomt. Dus je hebt Fibonacci, support en een koopsignaal op de CPI. Dus dat is weer wederom genoeg voor een mooie trade. En die trade speelde ook weer goed uit. En natuurlijk, er zitten meerdere signalen in, maar de signalen wil je niet nemen op het moment dat je niet bij een grote support of resistance komt. Dus hier krijg je een klein signaaltje. Nou, je ziet dat die inderdaad eventjes omkeert, maar daarna weer omhoog gaat. Dus je had een kleine scalp wellicht kunnen maken, maar in dit geval had ik hem zelf niet genomen, omdat ik er geen grote resistance in gezet heb. Zit die er wel? Even kijken, waar was het ook weer? Deze. Uh, ja, er zit zeker een resistance gebied hier. Maar alleen niet op de grotere timeframes, dus precies te zien. Iets minder sterk en je ziet ook dat hij er doorheen schiet. Zelf zou ik hem dus niet genomen hebben. Uh, dan, hier zie je ook weer zo'nzelfde cel-signaal. Beneden krijg je een groot cel-signaal. Je ziet de prijs schiet heel hard omhoog. De indicator geeft dan ook aan. Hier gaat waarschijnlijk de prijs ook omkeren. Klopt ook, we hebben een ommekeer gemaakt. Alleen wederom zit niet in de buurt van de grote resistance die ik getekend heb uh, op hogere timeframes. Dus neem ik niet. Um, daarnaast hier allemaal verschillende uh, verkoopsignalen ook. Op een punt van wederom resistance, maar niet in de buurt van een grote resistance. En je kan het wel doen. Dus je kan ook op die lagere timeframes die resistance levels erin tekenen. Uh, en daarop gaan traden, maar die zijn dus iets minder betrouwbaar. Kan wel, maar dan neem je iets meer risk. Maar wellicht maak je daar ook dan meer winst op. Je ziet dat hij niet volledig haalt hier. Wellicht kunnen we dan nog VIP erbij pakken. Om te kijken, en er komt ook niet echt een level precies overheen. Dus ik denk dat ik deze trade ook niet genomen uh, zou hebben in deze. Dus Fibonacci, support en resistance en een CPI-signaal werken ontzettend goed. Hier, uh, zelfde verhaal. Hij gaat wel weer naar beneden. Dus het signaal is goed geweest. Maar ik zou de trade misschien wel, misschien niet genomen hebben. Fibonacci. Uh, 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 uh. Even kijken, deze swing high naar deze swing low. Nou oké, okay. die sell signaal komt precies overeen met de Golden Pocket. Zit om, om en nabij bij de resistance. Traden is niet perfect, dus je had de trade kunnen nemen. Had je een mooie trade weer naar de support kunnen maken. Op de, deze uh, support krijg je allemaal verkoopsignalen hier. Had je een mooie trade weer omhoog kunnen maken. Dus hetzelfde verhaal. Dus op die manier, ik hoop dat het op deze video een beetje duidelijk wordt hoe je de CPI dan uh, kan gaan gebruiken. Even kijken: uh, hier krijg je een flink koopsignaal. Maar zie je dat we uiteindelijk, ja, misschien had je dan hier 25% winst genomen, stop loss of break even, en had je hier uiteindelijk uitgestopt geweest. Het is niet dat deze signalen 100% signalen zijn. Dat bestaat niet als dat zo was dat iedereen een dikke miljonair kunnen worden door gewoon maar een indicator te volgen. Het is in combinatie met je analyse. Dus niet alle trades gaan per se goed zijn. Nou, hier verkoopsignalen tegen de resistance aan. Uh, dus dat is al twee. En we leggen Fibonacci door, we swing high en swing low. Je ziet precies tegen de 0,5 aan, dus dat is weer extra confluence. Drie confluence om die short trade te pakken. En uiteindelijk had je dus een mooie trade gehad. Dan had je, denk ik, ook deze niet gepakt. Hier, of jawel, je had je hem hierheen getraden. En had je hier misschien ingekocht voor nog een kleine trade. Dan. Ehm. Um hier kooksignaal, en dit is ook een mooie. Hier zie je dus dat hij boven support blijft zweven en uiteindelijk weer omhoog gaat. Dus dan wil je de, het signaal niet nemen. Vals signaal. Zo moet je hem zelf ook gaan testen. Nou, hier krijg je ontzettend goed signaal. Dus je krijgt hier een verkoopsignaal precies op een resistance-punt. Uh, wat, wat tevens in het verleden echt een grote, goede resistance is. Trade kunnen nemen, mooie trade gemaakt. Um, ja, ik denk dat hij zo op die manier wel duidelijk is. En dat is dus hoe Kryptonite Pro. ...werkt, de indicator. Zo kun je hem, en dit is een strategie zoals ik hem gebruik... ...maar je kan hem in allerlei strategieën... Uh, ...verwerken waarin jij het nodig zou vinden... ...of waarin welke strategie jij treedt, ...om hem vervolgens in diezelfde... ...trade-strategie te gebruiken als extra... ...confluence voor je trade. Dan, uh, de data hier... Wil ik gewoon nog even aan je laten zien. Dit is het datareport wat ik heb gekregen uh, van de ontwikkelaars. Je hebt dus, uh, nou er staan heel veel uh, verschillende getallen in. Uiteindelijk, annual rate of return. Dus met alle prijskosten, drawdowns, etc. eraf. Is het 170% op je volledige account. Als je alle signalen zou geven. Nou, nu is dat natuurlijk onmogelijk. Zoals ik aan nou het begin al aangaf. Maar, hij werkt dus heel goed. Het bijzondere is, short trades geeft hij meer aan. Misschien niet heel erg bijzonder. Omdat de laatste periode gewoon... Uh, omdat ze al heel lang in een uh, neerwaartse trend zitten. Dus een bear-trend. Dus logisch dat hij meer short rates aangeeft. Dus in zo'n periode, in een bear-markt bijvoorbeeld, kun je dus meer naar de, naar de verkoopsignalen kijken. En in een bull-markt, meer naar de koopsignalen. Maar wat het belangrijkste hier vooral van is, is de equity-curve. Je hebt sowieso vier jaar en tien maanden data. Dus dit is gemeten op uh, prijsdata van Binance. En je ziet hier de equity-curve. Dus je ziet uh, aan het begin. Door de signalen te volgen iets omhoog naar beneden, maar uiteindelijk exponentieel omhoog over de langere termijn. Um, dus de equity curve, dat is eigenlijk vooral het belangrijkste. Dat betekent gewoon de, de return on investment, ook op je uh, bedrag waarmee je start. Um, equity run up en drawdown. Nou, zie je hier een beetje hetzelfde. De drawdown zie je er ook in zitten. Uh, equity curve close to close. Nou Vooral die ene rode equity curve is belangrijk. We hebben hier onderin. Eigenlijk alles, dus list of trades, precies alles hier komt in terug. Binance ETH, Binance BTC. Dus je ziet dat die echt op elke data deze uh, indicator getest heeft. Long exits, long uh, uh, entries, et Trade analysis heb je hier. All trades, long trades, short trades. Dus je hebt long trades 3500 ongeveer en short trades bijna 10.000. Dus shorts echt veel meer in deze. Uh, ...in deze periode geweest... ...dan hebben we hier nog daily... Uh, ...portfolio performance... ...wat je hier kan zien... ...procent profitable... ...71%, 100%, 100%, 100%, 157%... ...en natuurlijk zit er... ...als het goed is... Uh, ...zien we niet ergens... ...ik wou zeggen... ...ah, hier heb je de gain... ...dus je ziet hier de gain... ...winsten, losses, hoort erbij... ...maar over het algemeen zelfs meer winsten... Uh, ...en de winsten die je hebt zijn ook hoger... Dus die hebben we nog en vervolgens, even kijken hoor, daily rolling period analysis. Portfolio weekly period analysis, daar heb je hier dus de gains staan ook in. Je ziet ook de, uh, de trades die erin gemaakt zijn en de percentage profitable, wat ook ontzettend hoog is. Nou, Dan heb je hier dus de average profit, min 47 plus 4, 116, 113, 192 en natuurlijk hier min 5. Min 60, min 12, min 11. Dus de verliezen zijn er ook, maar die zijn niet zo groot en niet zo vaak als de winsten. Dus dat in het backtesting report. En dan wil ik je graag nog eventjes de tweede indicator laten zien, die de momenteel gratis bij krijgt. Staat ook op de website vermeld. Hier, als je onderaan gaat, even kijken. Kryptonite Pro Indicator 2 geeft je een duidelijk beeld van de trend en vergeet als support en resistance. Kortom, dit is een extra tool die ik zelf heb laten ontwikkelen, puur omdat ik het makkelijk vind. Ik gebruik altijd IMA's tijdens het traden, en deze geeft dan weer een extraatje aan. Ik klik hem hier nu aan. Deze geeft dus aan: op het moment dat de trend weer bullish wordt, worden de lijnen groen. Op het moment dat de trend bearish wordt, worden de lijnen rood. En je ziet dus: de lijnen worden rood hier en we krijgen een enorme dump naar beneden. En vervolgens is het een resistance gebied. Dus dat kan je weer meenemen in eventuele trades. Hetzelfde geldt als we uh, bullish crossen. Dus hier kruist de prijs weer door de lijn. Oh, dat is de verkeerde lijn. Kruist de prijs weer door die lijnen heen. Komt kort terug voor die retest. En we zijn bullish zolang we boven deze lijn blijven. Nou vervolgens gaan we zijwaarts. Daarin werkt de indicator niet zo goed. Alleen als we echte duidelijke up en downtrends hebben. Zie je dat die als goede support als die groen is fungeert. En resistance als die rood is. Hier dus. We zitten eronder. Resistance, 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 resistance. We schieten erboven. Retest. Kan je kijken voor een trade als je die bevestiging krijgt. En vervolgens maak je een trade door simpelweg te treden op... IMA indicators. Nu is het nooit aan te raden om maar uit te gaan van één ding. Maar je kan natuurlijk altijd die strategie gaan testen als je dat ook leuk zou vinden. Dit werkt ook goed op de 5 minuten en de 15 minuten. Waar zijn de, waar is de prijsdata hier? Op de 5 minuten en de 15 minuten grafiek werkt dit ontzettend goed en is het ook erg leuk uh, treden op die manier. 15 minuten denk ik iets ietsje duidelijker. Uh, ja, nou ja, je ziet hier eigenlijk precies hoe die werkt en hoe gebruik ik hem of wat zit erin. Je hebt drie IMA's of je kan eigenlijk kiezen welke je zou willen. Ik gebruik de drie IMA's, de 12, de 20 en de 26. En vaak in combinatie met de standaard 50 moving average. Om die bearish cross ook aan te geven. Maar die bearish cross wordt nu eigenlijk ook aangegeven door um, die groene en de rode lijnen. Maar wat die 50 MA ook nog doet, is een extra support. Als we door die IMA's heen schieten. Dus je ziet hier precies resistance op die 50 moving average. Uh, average. Dus je hebt je als tweede resistance daar zitten. Hier ook wederom. Dus. Op die manier. Dus dat is de Kryptonite Pro Indicator. Ik hoop dat je veel geleerd hebt uh, in deze video. Ga hem testen als het je tof lijkt. Je kan ook dit weer gewoon maandelijks opzeggen. 10 dagen voor tijd krijg je een berichtje dat de incasso plaatsvindt. Als je niet wil, zeg je het lekker op. Als je wel wil, blijf je lekker lid. Geen alles zonder gras. Je bent ook tot niks verplicht. Is een, was een passie voor mij. Ik had altijd ooit een Kryptonite of een Indicator willen ontwikkelen. Heb ik nu gedaan. Is echt lang in de ontwikkeling geweest en werkt ontzettend goed. Ik ben er trots op, dus ik hoop uh, dat je er veel aan gaat hebben. Bedankt voor het kijken naar deze video en ik zie je dan ook graag weer terug in de volgende video.